Ja, daar zijn we dan weer met een nieuwe NEC-update in de regen. Het wil maar niet droog worden. De training zit er net op. De vrijdag training voor de wedstrijd van morgen tegen PSV. Dat is de tegenstander. Daar komen we zo meteen nog eventjes op terug. Eerst maar even naar het belangrijke nieuws van deze week. Want ja, het duurde even, maar daar was het dan. Het verlossende woord van Bart van Rooij. Hij tekent bij. En er ging een opluchting bij de supporters allemaal. Eindelijk. Ja, Bart, gefeliciteerd. Dankjewel. De opluchting ging ook door alle supporters heen. Want eindelijk. Hij ja. Zegt ja. Ja, klopt, ja. Nee, inderdaad. Lang over nagedacht. Alles goed afgewogen. En uiteindelijk een beslissing gemaakt op basis van mijn gevoel. Andere clubs afgezegd om gewoon bij mijn NEC te tekenen. Je zegt, ik heb lang over nagedacht, ik heb dingen afgewogen. Wat waren die afwegingen dan voor je? Ja, natuurlijk is het of je iets anders wil gaan bekijken. Kijken, buiten NEC. Dat heb je afgewogen. Wat heeft jou, jij zegt het was mijn gevoel. Wat was dat gevoel dan? Ja, het valt gevoel overheerst bij mij dat ik niet op deze leeftijd eigenlijk transfervrij de deur uit wilde. En natuurlijk het sportieve plaatje hier, het stadion hier, de fans hier, de mensen op kantoor hier. Gewoon het fijne leven in Nijmegen hecht ik heel veel waarde aan. En dat heeft ook de beslissing makkelijk gemaakt voor mij. Ja, ik las ook van ik heb hier ook nog de uitdaging. Wat is je ontwikkeling hier? Wat wil je nog meemaken? Nou, ik ben van KKD plekje 8 gekomen. En we zijn in een hele mooie stijgende lijn omhoog gegaan. Als het aan mij ligt, trekken we als club de stijgende lijn omhoog door. En wie weet waar we dan gaan eindigen. Ja, als ik dat, en ik droom nog een keer van Vitesse winnen. Ja, fijn. Bart blijft dus nog eventjes bij NEC. Dan blikken we nog even terug op de wedstrijd. Ja, we zijn het al misschien een beetje vergeten. Heeft natuurlijk met die interlandwedstrijd te maken. Maar de laatste wedstrijd wie NEC speelde was uit in Waalwijk tegen RKC. En daar werden belangrijke punten gepakt. En ook, ja, we staan nu op die 34 punten. Dus veilig? Ja, dat zeggen ze dan, ja. Maar dat feestje is er niet geweest. Natuurlijk waren we blij met de overwinning bij RKC. En ook de manier waarop we dat gedaan hebben. Ja, daarna zijn we vrij vlot overgegaan tot de orde van de dag. En we hebben nog 8 wedstrijden om meer punten te halen. En ja, dat is waar we naar kijken, denk ik. Ja, vind je het dan ook niet lastig als je eigenlijk een goede reeks aan het neerzetten bent en dat er dan zo'n break komt? Iedereen gaat toch even met vakantie. Er zijn spelers die interlandwedstrijden. Dat je gewoon niet willen doorpakken dan? Ja, tuurlijk. Dat is altijd zo. Alleen die break die is al heel lang bekend. Dus dan kun je maar beter het gevoel of die break ingaan met het gevoel dat je gewonnen hebt. En dat is het allerprettigste. En ja, weet je, het is zoals het is. En dan is het ook wel weer lekkerder beginnen, moet ik eerlijk zeggen. Omdat je gewoon een lekkere serie achter de rug hebt wat dat betreft. En dan kun je weer door. Een man die een goede wedstrijd speelde tegen RKC. En waar het gelukkig eventjes weer over het voetbal gaat. Positief dus. Osama Tanane. Ik heb er niet echt heel veel meegekregen. Maar ik heb wel hier en daar een beetje gehoord. Tuurlijk is het fijn. En daar ben je ook natuurlijk voetballer voor. Je wil natuurlijk gewaardeerd voelen. En dat is alleen maar mooi. Ja, was misschien RKC niet voor jou de beste wedstrijd die je tot nu toe voor NEC hebt gespeeld? Nou, je lijkt wel op iemand. Die komt elke keer als ik een goede wedstrijd speel, dan zeggen ze, vandaag was de beste wedstrijd. Hè? En dan vorige wedstrijd zei ze, vandaag was de beste wedstrijd. Dus het is altijd wel een mening van iemand. Maar hoe ziet de toekomst eruit voor jou? Bij NEC? Ik heb nog een jaartje en ik heb een goed gesprek gehad met de trainer en de directie. En voor mij is het mooi en ik heb echt naar mijn zin. Ik heb plezier. Ik geniet elke dag als ik hierheen kom. Dus voor mij is het de intentie wat ik nu heb, gewoon lekker blijven. Dan de wedstrijd van zaterdag. 8:00 s'avonds. PSV komt naar Nijmegen. PSV heeft het wat lastig in de uitwedstrijden. En NEC doet het eigenlijk goed thuis. Waar liggen de kansen? Ja, dan kijk je puur naar PSV bedoel je. Hè? Dat zijn uitwedstrijden wat minder gepresteerd hebben misschien. Ja, dat is zo. Alleen, ook zij komen in een fase waarin het natuurlijk heel belangrijk wordt voor hun welke posities ze gaan pakken op de ranglijst. Zij kunnen weinig fouten daar meer in voorloven. Dus ik verwacht ook een geconcentreerd en gemotiveerd PSV. Nou, dat zij kwaliteit hebben is duidelijk. Maar wij hebben wel vertrouwen in onszelf en in een thuiswedstrijd dat we ze heel moeilijk kunnen maken.
iedereen weer fit, behalve Kelvin Verdonk, die zag ik nog rondjes alleen lopen. Ja, nee, klopt. Dat is de enige die afwezig is. En de rest is iedereen fit en fruitig teruggekomen van die dagen dat ze weg zijn geweest. Dus dat is prettig in deze fase, dat we keuze kunnen maken. Dat we jongens op de bank hebben die iets kunnen betekenen voor ons. En ja, dat is alleen maar fijn. Dit was hem dan weer, de NEC-update van deze week. Het begint echt nu hard te regenen. Zaterdag is de wedstrijd tegen PSV om 8 uur. Kunnen niet bij zijn. Wij zenden natuurlijk weer live uit op de radio. Onze collega's doen daar verslag. Kun je inchecken via rn7.nl en dan luister live. Volgende week zijn we er weer. En ondertussen tijd hou ik je op de hoogte van het laatste nieuws via mijn Twitter-account. En anders op rn7.nl. Graag tot volgende week.